Goedendag, welkom bij Gastropedia.tv. Ik ben Egon van restaurant Mos. We gaan hier twee gerechtjes maken vandaag in de keuken van Van Essen. Mooie keuken, inductie, gakkenau, ovens, alles erop en eraan. We gaan van start met een koud gerecht. We gaan langoustines, echt een beetje signaturen van ons. Tartaar van langoustine, burrata en bloemkool. Daarop komt een schuim gemaakt van schaaldieren. Voor de rest wat zuring daarbij. En een vinaigrette met een klein beetje algen. We gaan van start. We hebben mooie langoustines, sowieso. Langoustines komen uit IJsland. Je hoeft niet de grootste te pakken, we gaan er tartaar van snijden. Dus pak gewoon een mooi maatje, een beetje tussen de 8 en 12. 8 en 12 betekent altijd 8 en 12 in een kilo. Je hebt er ongeveer 2 à 3 heb je er nodig per persoon. We breken ze er vanaf. Dus je haalt het kopje, hou je van de staart af. Van de kopjes maken we een schaaldierenbouillon, die je straks ook nodig hebt. Ik heb dat nu al klaarstaan. Ik trek altijd zelf de eerste 2 schakels trek ik er vanaf. Draai ik hem om, dan knijp ik hem in zijn staartje. En dan zie je, dan trek je vaak gelijk het darmkanaaltje trek je mee. Langoustines leggen we even koud. Hier hebben we shallot. Shallot gaan we snipperen. En die gaan we straks confijten. Confijten doen we in een beetje raapolie. De tartaar die we gaan maken, dat is dus eigenlijk van langoustines, bloemkool en burrata. Burrata zorgt echt een beetje voor die romigheid. Shallotjes doen we in een pannetje. Goed, gaan we verder. De romigheid. Hier hebben we ook de shallotjes. Het is een mooi geconfijt. Zorg dat het een beetje is afgekoeld. Welkom bij Martin van Essen Exclusieve Keukens. Dan het volgende. Voor de schuim heb je sowieso een kidde nodig. Slagroomspuit dus. En 2 patronen. Dan hebben we dus de langoustinebouillon.
Ik heb hem nu meegenomen, maar dat maak je dus eigenlijk van de kop van de langoustine. Daarbij doen we ook emulsion pasta. Dat is van het merk Sossa. Dat lossen we daarin op. En dat zorgt er eigenlijk voor, samen met je gelatine, dat je lucht behoudt in je schuim. Dus we maken eigenlijk op basis van een bouillon, zonder dat daar enige room in zit, maken wij toch een schuim. Nou, de emulsiepasta laten we lekker oplossen. Daarbij doen we de 8 plaatjes gelatine in de week goed uitknijpen. Doen we hierbij. Doen we mengen. Zorg dat alles is opgelost en dat doen we dan uiteindelijk in de kille. Dat laat je opstijven ongeveer voor een half uurtje in de koelkast. Dan draai je er 2 patronen op, goed schudden en dan is die klaar. In plaats van kappertjes gebruik ik ook heel graag kapperblad. Kapperblad is net zo gemarineerd, net zo gezouten. Heeft alleen een, het is echt een blaadje, dus je bijt er niet zomaar. Dus het is niet zo, het is eigenlijk nog vleziger dan dat een kappertje is. Dus, dat betekent dat het best wel lang in je mond blijft hangen, waardoor je continu een beetje die zoute touch weer in je smaak krijgt, zeg maar, in je mond. In de zomer gebruik ik vaak meerdere soorten zuring voor dit gerecht. En we hebben pomp soufflé. Dat is het krokantje in het gerecht. Oké, de laatste handeling voor het gerechtje, voordat we dat gaan dressen, we hebben hier plankton. Plankton wordt gewonnen in Spanje. Hebben ze gebied, hebben ze vroeger, was helemaal droog gelegd. Daar hebben ze uiteindelijk toch weer zeewater, hebben ze daar naar binnen laten stromen. En daar is een enorme avifauna is daar ontstaan. Met hele kleine garnaaltjes, camarons. En die eten eigenlijk de plankton. Dus een garnaal smaakt naar plankton en niet naar garnaal. Want een garnaal eet plankton. Dit los je op met een klein beetje water. En voor de rest voegen we er een klein beetje olie aan toe. Meer niet. Stekertje. Voor mij heeft net iets te lang uit de koelkast gestaan. Normaal wordt hij wat mooi boller als hij ietsje kouder is. De zuring. Kappertjesblad. Pomp soufflé. Planton. Als je het dan nog echt helemaal af wil maken. Ik snap dat niet iedereen dit in huis heeft. Beetje blad gaat. Ik heb gemaakt tartaar van langoustine, burrata en bloemkool. Daarbij een vinaigrette met een klein beetje plankton. Schuim van schaaldieren, wat zuring en pomp soufflé met een klein beetje bladgoud. Als je nog meer leuke video's wil zien, kijk naar gastropedia.tv.